Ze waren het letterlijk spuugzat, de bewoners van de opvang in Heerhugowaard. Ze vinden het eten niet lekker. Om daartegen te protesteren lieten ze het brandalarm afgaan en bezetten ze gisteravond korte tijd een rotonde in de buurt van de voormalige gevangenis waar ze wonen. Maar dat gaat zomaar niet, vindt de gemeente. Het kan natuurlijk, zeker op zo'n drukke weg, niet zomaar. Er demonstreren mag, dat geldt ook voor de bewoners van het asielzoekerscentrum. Maar daar, daar gelden wel een paar regels voor. En die hebben we vandaag aan het COA duidelijk gemaakt. En die hebben het vervolgens in het Arabisch vertaald, zodat de bewoners nu ook weten. Demonstreren mag, maar 24 uur van tevoren even aanvragen bij de gemeente. Waar willen jullie demonstreren en hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer? En daarmee lijkt Heerhugowaard de integratie een handje te willen helpen. Volgens het COA is het eten trouwens prima in orde. Smaken verschillen en met zoveel verschillende nationaliteiten moet je volgens het COA een gulden middenweg kiezen.